Vanmiddag hebben we de vierde zorgsalon in dit jaar, 2014. Die gaat over innovatie. De eerste drie zorgsalonnen gingen over de grote beweging in de zorg, de verandering in de participatiewet, de grote jeugdtransitie en de transitie in de ouderensector. Wij weten eigenlijk dat dat gepaard gaat met hele grote ingrijpende veranderingen. Vanmiddag willen we het hebben over hoe kun je deze grote veranderingen aanwenden om ook te innoveren, fundamenteel te innoveren. Maar bovendien ook te innoveren vanuit het perspectief van de klant, de gebruiker. Dus vanmiddag hebben wij een viertal inleidingen. De eerste is van Carla Koen. Die zal meer conceptueel gaan over het thema innovatie. Zij zal daar ook het begrip disruptieve innovatie laten vallen. Dat verwijst er eigenlijk naar dat het gepaard gaat met herstructurering van sectoren. De ouderenzorg, de jeugdzorg, het hele thema van inkomen en arbeid voor de gemeente. En daarnaast zullen wij een drietal voorbeelden laten zien van eigenlijk jonge ondernemers die vanuit een vraagperspectief innovaties tot stand hebben gebracht. En dat is natuurlijk heel spannend als dat ook lukt. En daarom zijn we er trots op dat we vanmiddag in de zorgsalon een drietal van deze jonge ondernemers kunnen laten zien. Kern van mijn betoog is enerzijds dat de transitie in de zorg en die innovaties die er plaatsgrijpen eigenlijk voorspelbaar waren. Twee, dat deze een decentralisatie automatisch met zich mee gingen brengen, omdat dat tegelijkertijd kostenverlagend werkt en dus toegankelijker maakt voor grotere groepen van mensen. Vooral niet kwalitatief omlaag gaat, maar versterkend, omdat er focus aangebracht wordt. Een aspect dat er ook aan hangt is dat men vernieuwende organisatievormen gaat krijgen die met die decentralisatie en die innovatie meegaan. Wij presenteren vanmiddag het project Herstel van Psychose door Design. En dat gaat eigenlijk over alle momenten dat je als cliënt van de GGZ niet in de behandelkamer bent. Dus de momenten dat je boodschappen gaat doen, de momenten dat je naar een feestje gaat, de momenten dat je naar de markt gaat, in de bus zit. Wat kun je als ontwerper op die momenten voor een interventies bedenken, zodat je die mensen op die momenten ook kan helpen. Dus een beetje buiten de bereik van de behandelaar om. Wat kunnen we dan nog allemaal betekenen? Dat is namelijk een heel groot tijdsbestek dat je niet in die behandelkamer bent. En we gaan daar drie voorbeelden van kort laten zien en we gaan eentje wat uitgebreid laten zien, namelijk TemStem, een app voor mensen die stemmen horen. Juist voor als ze in de bus zitten, juist voor als ze naar een feestje gaan. Ik heb een broer met autisme en zijn diagnostisch traject heeft 7 jaar geduurd. Pas op zijn 22e kreeg hij hier de diagnose Asperger. Met een beetje slim googelen kon ik die diagnose eigenlijk met een paar vinkjes al zetten. En het konden we bij mij niet in dat mensen met een diploma daar 7 jaar voor nodig hadden. Ik kwam erachter dat alles nog met de hand gebeurde en als IT-nerd bedacht ik software, AutiTouch. Samen met TNO heb ik software ontwikkeld om de diagnostiek van kinderen met autisme te versnellen en te ondersteunen. En momenteel zitten we in de wetenschappelijke validaties. En eind van het jaar hopen we live te kunnen gaan. Wie zijn de gebruikers? De gebruikers zijn GGZ-instellingen en wij hopen dus ook de mensen met de diploma's te kunnen ondersteunen en zeker niet te vervangen. Onze software diagnosticeert niet, maar zal hun in staat stellen sneller en efficiënter te werken tegen lagere zorgkosten en met veel meer plezier voor de cliënten.